Een goede live show? Uh, ik denk dat dat een klassiek antwoord is. Dat is veel repeteren. En heel veel repeteren. En, en in die repetities niet alleen goed leren spelen, maar ook je klank bepalen en aan um, je ja, sound werken, aan je materiaal werken. Weten welk materiaal dat je gebruikt en dat ook in functie gebruiken van je sound. En niet zomaar de eerste, de beste versterker omdat het een goede versterker is, maar echt kiezen, je materiaal afstemmen op, wat dat je wilt overbrengen op podium. En dan uh, ja, naast het repeteren, want dat is nog altijd een repetitiekot, veel optreden gewoon. Uh, als ik zie, uh, als we twee weken uh, op tour zijn met Wallace Van hoe hoeveel strakker en hoeveel uh, explosiever dat die staan op het einde van die twee weken buiten de eerste show, is dat echt een gigantisch verschil. Ook al was die eerste show heel goed maar toch merk je dat als je dag na dag na dag na dag na dag speelt of een band die dag na dag speelt, dat die gewoon ja dat dat, dat, dat echt gewoon heel strak komt te staan en heel goed komt te staan. Um, en dan ja, is het een kwestie van ja, constant spelen, 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 spelen. En daarnaast is uh, ja geluid, de mix ook super belangrijk vind ik. I, um, een eigen luidsman is, is duur voor zeker van een beginnen band, maar is wel een investering waard. Um, Vinden wij dan, of vind ik dan. Um, ik, ik stuur echt niet graag bands op pad zonder geluidsman. Um, omdat die, die kan echt wel het verschil maken. Als je, als je een line-up hebt met, met verschillende bands. en, en je hebt een beste geluidsman en een beste band. dan is het niet zomaar net iets beter, maar dan steekt je er echt vierkanten bovenuit. En zo kun je echt heel, heel goed een uh, uh, live reputatie maken. Dus veel repeteren, materiaal. Um, Goed spelen, veel, veel live optreden en een goede geluidsman. Uh, en dan nadien komt er natuurlijk wel ook licht bij en, en eventuele show-elementen voor wie dat zou wensen. Maar uh, ik denk dat dat wel de basis is.